Goedemorgen, goedemorgen. We zijn er bijna. Waar gaan we naartoe? Ja, goede vraag. Ik ben twee weken geleden jarig geweest. 35 jaar. 35 jaartjes. 35 jaar. En, 10 jaar levenservaring. Ik heb een heel mooi cadeau gehad die avond. En ook nog een cadeau die ik vandaag mocht verzilveren. We zijn onderweg naar Teuge. We zijn er bijna. We gaan volgens mij vliegen, toch? Je moet opletten waar, want we moeten zo naar links. Oké. Okay. Twello. Ja, Twello. Maar wat gaan we doen dan? Dit in de Achterhoek. Flits. Oeh, niet op tijd. Nee, je mag hier maar 50. Maakt niet uit, joh. We gaan iets met het vliegtuig doen. Oké, ik moest mijn brevet meenemen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat je hebt geregeld. Ja. Want ik ben echt prettig verrast. En ik weet eigenlijk nog niet wat het is, maar dit is een mooie verrassing. We gaan naar Teuge. Ja? Daar is een vliegveld. Ja. Dus wat gaan we doen op een vliegveld? Kaarten. Vliegen. Kaartje leggen. Vliegen met dit weer. Ja, doe zo. Er is nog niks aan de hand. Uitdaging. Nou, een paar lage wolkjes, maar inderdaad. Je kan toch door de wolk heen? Kan alles. Wat je maar wilt. Maar even zonder gein. Ik moest mijn vliegbrevet meenemen. Waarom? Ik heb nooit gezegd dat je een vliegbrevet meenemen. Dat heb je tegen mij gezegd. Schat, neem je vliegbrevet mee. Oh, ik moet je altijd naar me luisteren. Nou, ik ben benieuwd. Volgens mij zijn we er al. Ik zei anyway. Vooral tegen je. Neem... Goede humeur mee? Altijd. Heb ik altijd bij me. Altijd op zak. En verder laat je verrassen. Oh, helemaal goed. Oké. Okay. Achterhoek. Nou, stay tuned for more. Lief, wacht even nog. Mensen hoeven niet meteen alles te zien, toch? Wacht even rustig tot vanavond, dan is het bedtijd, ja? Ik heb een zachte J, maar ook een harde L. Cheers, Liv. Cheers. En wat is het plan? Oeps. Geef niet. De zware poten zal ik ook wel hebben. Dit is een kutje. Er is no plan. Heerlijk, geen plan. Gewoon lekker slecht weer buiten. Dus je hebt niks buiten te zoeken. Planningloos. Heerlijk planningloos zijn. Soms. Zoals vandaag. Hey Ko, wat is dat? Waar gaan we naartoe? Curaçao, douche Curaçao. Yes. Just wat te doen. Just wat te doen. En ben je nog naar Curaçao of niet? Dat wat te doen. Oeh. Captain. Dit is de Papa Hotel Echo Foxtrot Romeo. Echt niet? Dit is de Papa Hotel Echo Romeo Foxtrot. Nee. Je maakt al meteen een fout. Eefke Vermin. Nee. Eefke Ramfie Vermin. Nee. Papa Hotel Romeo Echo Vermin. Jij zei Echo. Het was Papa Hotel Expos. Onze callsign zou zijn Papa Hotel Ramfie. Nee, Eefke Ramfie Vermin. Do we come first now? Ja, zeker kom ik first. We zijn niet eens vertrokken. We zijn niet eens vertrokken. We hebben nu al... Oké. Papa Hotel. Echo Romeo Foxtrot. Okay. Nou, Papa Hotel Echo Romeo Foxtrot ready for departure. Gas dan. Oké. Even kijken, alles aan.
Perfect. De huilenbalk hier. We konden het niet droog houden, althans ik wel. Jij ook niet. Kamers allemaal. Wat doe ik hem toch uit? Ik ben hier niet zo moeilijk. Schatje, je ziet er echt prachtig uit. Echt heerlijk. Schatje? Ja? Heb je de audio al uitgedaan? Oh, dat is misschien ook wel een dingetje. Wakker worden. Mevrouw Vermin. Mevrouw Vermin. Mm. Waar heb je geslapen? Zo lekker. Wat zeg je? Zo lekker. Ja. Ik wil er niet uit, het is echt zo lekker bed. Oh man. Heerlijk. Na het ontbijt wordt zo geserveerd, schat. Ja. I didn't know that I was starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. Een hele goede morgen. Ik heb echt een perfecte nacht gehad. Ik heb heerlijk geslapen, even ook. En ik dacht, ik sluit deze video af met een met wat informatie over het toestel. Het is een houttoestel. Het is gebouwd in 1960. Het is een Illusion 18 van Russische makelij. En hij heeft dienst gedaan voor de DDR toen de tijd. Het is het regeringsvliegtuig geweest voor onder andere Erich Honecker. En toen uiteindelijk de muur viel tussen Oost en West, toen moest alles wat Russisch was, moest eruit. Waaronder ook dit toestel. En dat is toen op een hoopje geplaatst. Met allemaal andere toestellen en Russische auto's. En een jaar later kocht een rijke meneer uit Berlijn het vliegtuig op. En hij heeft er toen een pizzeria van gemaakt. En dat heeft hij iets van 10 jaar gehad. En na 10 jaar, toen is hij failliet gegaan. En toen is er een Nederlandse zakenman geweest die het toestel gekocht heeft. En hem omgebouwd heeft tot een luxe suite. En die staat nu in Teugen. En jongens, ik kan jullie vertellen, het is echt de moeite waard om hier een keer te verblijven. Het is echt een super ervaring, hartstikke luxe. Nou, als vlieger, of in ieder geval als je van de luchtvaart houdt, dan moet je hier ook gewoon van houden. Het is prachtig om in zo'n oude cockpit te zitten en mee te spelen. Ik kan niet wachten om een keer terug te komen met mijn kinderen, vooral Noah. Ik denk dat Noah dit echt geweldig zou vinden. Nou, ik denk Elena ook. Maar goed, ik heb genoten en echt een aanrader. Tot ziens.